Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Het kabinet heeft besloten om de gaskraan dicht te draaien. Zonne-energie wordt daardoor extra belangrijk. Hoogste tijd om de stand van zaken met betrekking tot zonnepanelen te onderzoeken. We praten hiervoor met John Schermer van de Radboud Universiteit. John, de zon schijnt niet en toch zonnepanelen. Vertel, wat doe je hier? Ja, ik doe een onderzoek aan zonne-energie, het opwekken van elektriciteit met behulp van zonnecellen. En als je heel goed wil weten hoe die dat doen, dan wil je ook weten hoe doen ze dat in vergelijking tot de bestaande panelen. En daarom staan we hier op de Outdoor Calibration Facility van de Radboud Universiteit, waar onze groep Applied Materials Science een aantal gangbare zonnepanelen heeft geïnstalleerd, om te kijken wat doen de normale zonnepanelen die vandaag de dag al commercieel verkrijgbaar zijn. Oké, en ja, mijn interesse in zonnepanelen is ook zodanig gewoon heel praktisch. Wij zitten te denken aan zonnepanelen op ons huis. Waar moeten wij op letten? Primair aan, ja, wat vind je belangrijk? Vind je het belangrijk om maximale energie van je dak te halen? Ja. Of vind je het belangrijk om maximale rendement per paneel te halen? Ben je erg handig, ga je ze zelf installeren? En uiteindelijk ook iets esthetisch. Wil je graag een hele zwarte uitstraling? Of vind je het prima dat die blauw is, maar dan haalt er waarschijnlijk wat meer rendement af? En uiteraard ook, hoeveel kost het? Hoeveel budget heb je om te besteden? Dus er zijn nogal wat dingen om op te letten. Ja, dat snap ik. Maar als ik nou, ik denk hoogste rendement en ik zie hier een aantal van die panelen staan. Hoeveel rendement kun je hieruit halen? Hangt een beetje van het type paneel af. De gangbare, laten we zeggen, kristallijn siliciumpanelen, dat zal ongetwijfeld wel een keer gezien hebben, een beetje blauwe uitstraling. Ja, ja. Laten we zeggen, orde grootte 15-16% van het ingestraalde zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Ja, ja. En dat kan wat beter. Je ziet tegenwoordig, die prijs van die panelen is een stuk minder geworden. En fabrikanten zijn steeds meer aan het kijken van wat kunnen we nu gaan doen om meer elektriciteit uit zo'n paneel te halen. Nou, een hele makkelijk is natuurlijk dat je het paneel wat groter maakt. Dat is een beetje een flauwe. Ja, ja. Maar je kunt ook die cellen beter maken. En hier heb je al een voorbeeld van veel betere cellen. Die zijn veel donkerder, zwart. Ja. En daarom heeft de fabrikant gekozen voor een anti-reflectiecoating die weliswaar wat duurder is, maar wel veel meer licht naar binnen trekt. Daarom is hij zwart. Zwart trekt meer licht aan. Ja, want als ik een blauw paneel zie, betekent dat blauwe licht wordt gereflecteerd. En dat had ik in principe kunnen gebruiken om te zetten in elektriciteit. Dus datgene wat weer reflecteert naar mij toe, ja, dat is verloren. Dus een zwart paneel is in principe een hoger rendement. Maar dan heeft het ook nog weer te maken met welk materiaal gebruik je. Ja, ja. Want kristallijn silicium, dat is zeg maar nu de benchmark waar alles op draait. De bulk van gemaakt wordt. Van de zonnepanelen. Maar je kunt van allerlei halfgeleide materialen kun je zonnepanelen maken. En een voorbeeld is hier, SIGS, koper, indium, gallium, selenide. Kun je ook zonnepanelen van maken. Dat is wel mooi hoor. Mooi zwart, maar dat is een multikristallijn materiaal. Die kristallen zijn niet zo mooi. Dus dat betekent dat je altijd wat foutjes hebt in die zonnecel zelf. En dat betekent dat je minder elektriciteit opbrengt uit zo'n paneel. Dus een lager rendement. Een lager rendement. Als je hier 10% mee haalt, misschien 11%, dan doe je het al heel goed. Deze haal je, zoals gezegd, zo'n 15. Hier ga je al met die donkere, ga je al gewoon naar 17, 18%. En als je dan nog wat extra trucjes gebruikt, dat je wat minder last hebt van die, bijvoorbeeld die busbar die je altijd ziet. Sommige mensen vinden die ook lelijk. Ja, ja. Dan kun je daar naartoe. Haal je misschien wel 19%. En de allerbeste die je op dit moment kunt krijgen, die zijn zogenaamde back contact cellen. Daar hebben ze die busbar hebben ze helemaal naar de achterkant gewerkt, kun je wel 20% halen. En dat is echt nu state of the art. Als je een zonnepaneel hebt die 20% van het ingestraalde licht om kan zetten in elektriciteit, dan heb je op dit moment wat commercieel beschikbaar het beste van het beste. Ik ben een beetje teleurgesteld, 20% maar. Ja, dat is uiteindelijk ook waar wij teleurgesteld in zijn. Dat moet beter kunnen, dat kun je ook berekenen. Er zijn materialen die dat licht efficiënter om kunnen zetten in elektriciteit. Het hangt van de halfgeleider af. Silicium heeft een beperking. Silicium zal ergens bij 25% meer kan je niet uit silicium halen. Okay. Dat zit gewoon theoretisch zo in elkaar. Ja, ja. Maar je kunt wel gaan denken aan andere halfgeleider materialen die wat beter passen bij het zonnespectrum. En die zijn dan in staat om meer zonlicht om te zetten in elektriciteit. Oké, en dat is uiteindelijk waar jullie als onderzoeksgroep mee bezig zijn om
ja, zeg maar te optimaliseren, ja. De hoeveelheid energie die je uitgeeft. Dat is correct. Wat denk je dat het maximaal is? Ik denk aan 100%, maar dat zal 100% gaat nooit lukken. Als je theoretisch gaat uitrekenen, dan zou je theoretisch uitkomen van, nou, als alles helemaal perfect is, 80%. Dat gaat in praktijk nooit gebeuren. Ja. Als je 60% gaat halen, ooit in praktijk, dan heb je het ongelooflijk goed gedaan. Deze zonnepanelen, dat zeg maar, is old school. Ja, dit is echt voor ons vergelijkingsmateriaal. Wij doen hier geen onderzoek aan. En nou zijn jullie bezig op een ander terrein met nieuwe panelen. Ja, wij zijn met hele andere typen zonnecellen bezig. Andere halfgeleidermaterialen. Ja. Zogenaamde 3-5 halfgeleidermaterialen. Ja. Silicium is één type. Ja. En 3-5 is eigenlijk een hele range van materialen die je mooi met elkaar kunt combineren. Waardoor die zonnecellen ongelooflijk veel beter kunnen. Oké, dus het is een combinatie van verschillende samen halfgeleidermaterialen. Gaan we dat nu even kijken? Ja, prima. Ja, oké. John, we hebben het net over old school gehad. Dan hebben we het over dit systeem. Dit is alweer iets meer dan old school, maar het hoort toch tot de old school. Hoe gaat de ontwikkeling nu? Nou, old school, moet ik wel eens zeggen, het werkt heel erg goed. Dus koop het vooral en leg het op je dak. Maar je kunt verder denken. Ja. Je kunt denken van, kan ik dat rendement boven die, nou, de theoretische limiet, silicium, 26%, kan je daar bovenuit? En dat kan met andere halfgeleidermaterialen. Bijvoorbeeld de 3-5 halfgeleidermaterialen. Daarmee kun je rendementen tot boven de 40% halen. Okay. Dan heb je wel een schijf nodig, weer een halfgeleiderschijf. Ja. Daar kun je laagje voor laagje zo'n 3-5 halfgeleider op afzetten. En dat wordt eigenlijk al heel veel gebruikt in de ruimtevaart. Want in de ruimtevaart willen ze het allerbeste hebben, omdat ze daar natuurlijk jarenlang met een beperkt oppervlak energie nodig hebben. Ja, ja. En nou, dit zijn die 3-5 halfgeleiders, die worden op deze manier op panelen gefabriceerd, die voor de ruimtevaart geschikt zijn. Want ik heb wel eens begrepen dat de ruimtevaart, dat het eigenlijk de oorsprong is van die zonnepanelen. Dat is correct. Oorspronkelijk zijn ook, in de ruimtevaart zijn ze ooit begonnen van, ja, we moeten iets hebben om energie te genereren. En in de jaren 60 zijn ze daar met silicium begonnen. Oh, en dat is jaren en jaren is dat verder gegaan. En eigenlijk is wat we nu op het dak hebben ook een deel te danken aan de ontwikkelingen die in de ruimtevaart zijn ingezet. Ja. Maar op een gegeven moment wordt dat gewoon gemeengoed. En gebruik het ook op aarde. En dat is eigenlijk precies dezelfde insteek, denk je nu. Van in de ruimtevaart hebben we al cellen die ongelooflijk veel beter zijn. Ja, ja. Meer dan 30% in dit soort panelen. Waarom gaan we dat op een gegeven moment ook niet op aarde gebruiken? En dat is een reden waarom wij aan die 3-5 materialen zijn gaan werken. Dit weegt ook helemaal niks. Hè? Mag ook niks wegen. Dat is de truc voor de ruimtevaart. Alles wat je lanceert, en daar zijn veel kosten aan verbonden. Dus in de ruimtevaart doen ze alles om het zo licht mogelijk te krijgen. Ja. En daarom heb je in dit paneel, dat is een soort honingraadstructuur. Ja. Want het zijn wel kristallen. Want met kristallen kun je de hoogste rendementen halen. Je begint met zo'n kristalwever. En de grap is, hij mag niet buigen. Oké. Okay, ja, dus daarom heb je zo'n honingraadstructuur. Maar deze panelen zou je in principe met een enkele laag kunnen uitrusten. Als je toestaat dat hij een beetje mag buigen. En dat is iets waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Want het jammere van die ruimtevaart zonnecellen is dat ik nog steeds een kristalschijf nodig heb. Daar leg ik laagje voor laagje mijn zonnecel op. En ik heb die kristalschijf nodig om die zonnecel heel erg goed te maken. Ja. Maar daarna is hij eigenlijk overbodig. Maar in de ruimtevaart wordt hij met die kristalschijf al gelanceerd. Ja, ja. Dus 99% van die hele goede zonnecellen zijn kristalschijven die eigenlijk overbodig zijn. Die zou je kunnen hergebruiken. Ja, als je dat dunne zonnecelletje eraf weet te pellen. Ja, ja. Dat is iets waar onze afdeling jarenlang ervaring op heeft. Wij zijn op een gegeven moment begonnen met, nou, als we een trucje toepassen, kunnen we die zonnecel eraf pellen. Dus een etsproces hebben we ontwikkeld. Ja, ja, en ja. Uiteindelijk is ons dat gelukt. Dus in plaats van zo'n schijf, krijg je dan op een metaalfolie, krijg je gewoon zo'n dunne film. En kijk, die is flexibel. Dus dat is voor de ruimtevaart heel erg interessant. Die schijf is eraf, die hoeven ze niet meer mee te nemen, is doodgewicht. Maar ze kunnen ook een veel flexibeler, paneel maken. Dus dat paneel kan veel lichter. En daarmee kun je het dus gewoon ook met de vorm mee laten gaan. Je kunt het ook met de vorm mee laten gaan, dat zijn andere toepassingen. Nou, en toen we dit eraf hadden gehaald, toen zijn we eens gaan samenwerken met Dutch Space toen. Dat is tegenwoordig onderdeel van het Airbus-concern. Ja, ja. En die waren enthousiast. Ze zeiden van, nou, dit kan potentieel een doorbraak zijn voor de ruimtevaart toepassingen. Maar je hebt nou die zonnecelstructuur, die heb je wel van die schijf afgepeld. Maar kun je daar nog een fatsoenlijke zonnecel van maken, was toen de vraag. En dat was nog niet zo makkelijk. Daar hebben wij echt wel 10 jaar aan gewerkt voordat we dat echt een beetje fatsoenlijk konden. Okay. Je moet ook een beetje in de toekomst durven denken als universiteit. Ja. En uiteindelijk is ons dat gelukt. Kijk, hier zie je van diezelfde schijf waar in dit geval dan 2 kleine zonnecelletjes op zijn geproduceerd. En nog steeds flexibel, toepasbaar. En dit is een type zonnecel waar wij op een gegeven moment ook wereldwijd, aandacht mee hebben gekregen. Omdat we hiermee een recordrendement van 26,1 hebben gerealiseerd. Ja, en dat was toen wel de reden waarom ook andere bedrijven bij ons aankwamen van, hey,
jullie kunnen echt wel iets. Ja. Wij denken eraan van ja, ruimtevaart interessant. Maar zijn er ook trucken om dit materiaal, dit type zonnecellen, ook voor de aarde gaan toepassen? Ja, 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 ja. En dan kom je bij een andere gedachte. Dan kom je bij de gedachte dat je misschien niet vierkante meters aan zonnecellen moet gaan produceren. Ja. Maar dat je die zonnecel moet gaan combineren. Want een zonnecel heeft in feite twee functies. Je moet, die zonnecel die is gemaakt om ten eerste zoveel mogelijk licht in te vangen. Ja, 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 ja. En ten tweede moet hij dat licht omzetten in elektriciteit. Ja, ja, ja. En licht omzetten in elektriciteit, dat kan heel erg goed met die halfgeleider. Dat, ja, dat kan geen beter materiaal dan een halfgeleider materiaal om die transitie omzetting te maken. Ja. Maar licht invangen, ja, dat doen we al jaren met hele andere middelen, namelijk lenzen of spiegels. Dat, ja, 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 en die kun je veel goedkoper, in principe veel goedkoper produceren, ja, dan, ja, een halfgeleider materiaal. En dat is de truc, okay, die je dus eigenlijk toepast, okay, om hele goede zonnecellen, die zijn ontwikkeld voor de ruimtevaart, ja, ja, als het ware terug te brengen naar aarde. Je gaat een soort concentrator systeem bouwen. Dus je krijg je dit soort licht inval, ja, eigenlijk? Ja, je gaat licht ga je verzamelen en dat, ja, kan heel goedkoop. Dat kan met een Fresnel lens. Ja. Dat is gewoon een stukje plastic, dat is geperforeerd. Ja. Of geperforeerd, dat is gestructureerd. Ja, 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 ja. En daarmee ontstaat een lenswerking. En ja, dit kost niks. Dat kost centen. Dat kan je gewoon massaal laten, ja, produceren. En ja, wat is er dan nog wel duur? Ja, die zonnecellen maken. Zonnecellen, dat is een halfgeleider materiaal, zijn gewoon intrinsiek duur omdat ze heel zuiver moeten, ja, zijn. Ja. Nou kan ik van één zo'n schijf kan ik één zonnecel maken. Dat is zeg maar wat nu de gangbare techniek, ja, 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 is. Maar ik kan van diezelfde schijf kan ik ook in dit geval 900 zonnecellen maken. Okay. Mini zonnecellen. Ja, ja, ja. En dan pak ik met hetzelfde rendement. Eigenlijk een hoger rendement, want omdat ik veel minder schijven hoef te produceren, ja, om, ja, vierkante meters te maken, kan ik me meer concentreren om hier allerlei trucken uit te halen om het rendement omhoog te stuwen. Als ik nou even voor mezelf nadenk, als wat hier nou op ligt en je gaat dat versterken met dat stukje plastic, zeg maar, correct, dan heeft dit hetzelfde resultaat als wat we net op het, ja, dak zagen. Ja, absoluut. En deze systemen die moeten in principe wel met de zon meedraaien. Ik weet niet of je dat nog weet van vroeger, dat je een vergrootglas had. Ja, 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 ja. Dus ja, ja, daarom, ja, zie, daarom moeten deze roteren. Deze zie je dus ook vaak in, laten we zeggen, landen waar heel veel direct zonlicht is. Ja. En die staan dan op velden. Ja, ja, die zie je. En dat, ja, vind ik dan weer jammer. Er zijn nog ook een aantal bedrijven in Nederland die denken van, kan ik dat ook in Nederland gaan toepassen? Kan ik dat op een slimmere, ja, manier doen? En dit is één manier om het licht te concentreren. Er, ja, zijn andere manieren. Je kunt ook spiegels gebruiken. Ja. En je zou kunnen zeggen van, ik ga het licht verzamelen door middel van een golfgeleider. Dat zijn twee verschillende aanpakken. Dus je kunt zeggen, we pakken een lens, ja, we pakken een spiegel of we pakken een, ja, golfgeleider. Ja, ja, en, ja, met die spiegels en met die golfgeleiders zijn er opties om systemen te maken die je zogenaamd gebouw geïntegreerd kunt gaan toepassen. En dat wordt heel erg belangrijk, ja, want ja, we willen in Nederland van het gas af. En als je dat wil gaan doen, dan moet je echt ongelooflijk veel elektriciteit gaan, ja, opwekken. Ja, ja. Dan is het dakoppervlak in Nederland niet genoeg. Dan moet je gaan nadenken, kan ik ook in de gevel iets gaan doen? Oké. Eigenlijk mijn slotvraag aan jou, van, wat is jouw droom? Je nou op dit gebied kijkt, ik mogelijk heb ik veel andere, ja, dromen, maar op dit gebied, wat is je droom? Ik vind wel dat we echt serieus veel hogere rendementen kunnen halen. Want, ik gaf het zelf, ja, al eerder, ja, aan van, god, nu pak een beetje 20% als je hele goede panelen hebt. Dat vind ik jammer. Ja. Dat kan echt wel groter. En mijn droom is gewoon toegepaste panelen met rendementen van ruim boven de 30%. 40% misschien wel. En op onderzoeksgebied, hè, betekent dus dat is de toepassing. Ja. En op onderzoeksgebied wil je dan echt ruim boven de 50% uitkomen. En dat is iets wat duidelijk goed haalbaar is. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het rendement van zonnepanelen nog zo laag was. John Scherber heeft ons meegenomen in de huidige ontwikkelingen. En me toch weer wat hoopvol gestemd. Maar er is in ieder geval nog een wereld te winnen.